en zal zo dadelijk zijn opwachting nog maken. Maar hier is een gast van de marine, de Lynx-helikopter. Niet alleen de landmacht, in combinatie met de luchtmacht, heeft helikopters. De marine heeft ook helikopters. En die gebruiken ze voor reddingsacties boven zee en voor de bestrijding van onderzeeboten. Zo zijn er fregatten die een helikopter van dit type, de type Lynx, aan boord hebben. Het is een Engels product van de firma Westland. En de marine beschikt over 24 toestellen. Waar komen ze vandaan? Ze staan gestationeerd op het marinevliegkamp de Kooi bij Den Helder. En van daaruit vliegen ze hun oefeningen. Lynx is een erg succesvolle helikopter gebleken. Er zijn een aantal landen die het gebruiken. Dat loopt van Engeland naar Duitsland tot Argentinië toe. Toestel hangt nu voor het publieksgedeelte. Het draait langs een rond, zodat iedereen eens goed kan kijken hoe die eruit ziet. U ziet op de staart ziet u een K staan. Dat staat dan inderdaad voor marinevliegkamp De Kooi. En aan boord ziet u de deur is open. Een aantal bemanningsleden. De vliegers, dat zijn er twee. En de man die u nu ziet, dat is waarschijnlijk een redder die met behulp van de lier langzaam afzakt naar beneden. Zo te zien zit hij er comfortabel bij. Het is een soort stoeltje. Misschien heeft hij iets verloren wat hij nu op de startbaan gaat oprapen. Of wil hij gewoon even zijn benen strekken. Hij houdt het voor gezien. De helikopter gaat weer weg. Het toestel wordt door de marine dus gebruikt als anti-onderzeeboothelikopter. En die onderzeeboten worden dan opgespoord met behulp van sonar. Mocht er een onderzeeboot gevonden worden, dan kunnen ze een torpedo meevoeren en afvuren om die onderzeeboot uit te schakelen. En dat gaat dan allemaal in nauwe samenwerking met het fragat van waar de helikopter opereert. De deur gaat dicht. De helikopter vliegt achteruit. Dat is een van de voordelen van helikopters die je niet met vliegtuigen kunt doen. Tenzij je beschikt over een herrie, maar die zien we straks. Daar waar de ene man de helikopter heeft verlaten op de grond is terechtgekomen. Daar is zo'n dik uur geleden koningin Beatrix ook geland met de Friendship C1. Haar vader, prins Bernhard, vloog de C3 met onder andere prinses Juliana aan boord. En dat hebben we in de uitzending nog net gezien, de aankomst van dat toestel. Maar koningin Beatrix is hier om ongeveer 12:30 geland met een andere Friendship van de Koninklijke Luchtmacht. En vanaf een deze week in elkaar gezet paviljoen zal zij de vliegshow van nabij meemaken en de gast zijn van de 75-jarige Koninklijke Luchtmacht, die nu gefeliciteerd wordt door een ander onderdeel van onze strijdmacht, de marine, met deze groet van de Lynx-helikopter. Draaiend gaat de links weer omhoog.